Ik denk dat ook een maar ik weet al vanmiddag even gekomen. Ik ben blij. Hey! Hey! Oh, nee, een feestvarken. 40 jaar. Dus we dachten, nou, vandaag nog eventjes, in de, voordat jij de laatste keer gaat uitloggen hier. In ieder geval een bloemetje. Wauw, echt. Ja. Ik ben helemaal overdonderd. En we hebben een gebakje voor iedereen die er is. En, nou ja, bij deze vast heel erg veel dank voor jouw inzet, inspanningen van de afgelopen 40 jaar. En 11 maart gaan we het nog een keertje dik vieren. Heel graag gedaan. Ja. Ja, nu eindelijk trekt er ook een beetje op. Iedereen is even naar buiten. Dit was een beetje het bestuur en de collega's. Klopt. Van de Arne. Ja, leuk hè? Ja, heel en het was verrassend. Het was een hele grote verrassing. Ja, had ik echt niet verwacht. Nee, maar superleuk. Dus, maar ook terecht, want ik heb het al een beetje begrepen van de collega's. En Berry had me ook al ingelicht een paar weken terug. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat volgens mij hebben wij elkaar nooit eerder ontmoet. Dus jij bent Jannie Vermeulen. Ja. Toch? Jannie en je meisjesnaam hoorde ik er net ook nog. Doener. Doener, ja. Ja, ik ben een doener. Een echte doener. Ben je ook een echte Middelburgse? Nee, ik kom van Westkapelle. Oh, echt waar? Ik ben een Waschappel. Geboren en getogen. Oh, gezellig. Ja, dat is leuk. Ja, met mijn trouwen ben ik... Oké. Toen ik 19 was, ben ik hier in Middelburg komen wonen. Ja, en dus 40 jaar geleden ben je bij de Arne gewerkt. Ja. En dat is, nou ja, dat is echt heel lang, dus dan hebben we het over 1983. Ja, 1 maart, 83. Vandaag, nou, 40 jaar geleden. Ja. En het is ook letterlijk je laatste dag nu, hè? Het is nu echt officieel mijn laatste dag. En dan is de standaardvraag, wat gaat er door je heen? Ga je het missen of ben je opgelucht? Ja, ik denk het wel. Ja. Nee, opgelucht zeker niet. Nee. 40 jaar ergens werken, dan heb je het naar je zin, hè? Ja, dan het is ben je, ook een prachtbaan. Heerlijk gewoon. Ik heb hier heel fijn gewerkt, mooi alles op kunnen bouwen. Toen ik hier kwam werken, toen was er nog geen computer, nog niet eens een kopieerapparaat, werd het clubblad nog gestenceld. Ja. En als je ziet wat er dan in die 40 jaar allemaal veranderd is, maar het is wel een beetje zo mijn eigen bedrijfje geworden natuurlijk. Ja, dat is, dit is natuurlijk dat kantoortje waar we nu zitten. Ik wist eerlijk gezegd niet dat het jullie kantoor was, maar dat is pas tussentijds ook gebouwd en later hebben jullie nog de... Oostwatering erbij gekregen, de werf. Ja, ik werkte hier net een jaar toen we Oostwatering overnamen. Toen gingen we ook van 400 leden meteen naar 1000 leden. Dus er kwam gelijk veel meer werk bij. En ik ben toen nog wat meer gaan werken inmiddels, van 20 naar 28. Ik heb op tafelkantoor ben ik begonnen. Dus ik heb op de brug staan draaien. Dat heb je ook gedaan? Dat heb ik ook allemaal gedaan. Echt ook echte schepen ontvangen dergelijke? Ja, heb ik ook nog gedaan. Ja. Ah ja, jij kent ze dus echt allemaal? Ik ken heel veel, ja. Ja. En we hebben nu 1250 leden, dus dat ken ik er ook enorm, heel veel een van de grootste verenigingen. Van naam zeker, maar ook wel van, ik heb iedereen meegemaakt. En al die bestuursleden, wat dacht je daarvan? Ja. En dat heb ik ook, ik heb een werkboek... Ben ik al begonnen 15 jaar geleden, want ik heb eerst nog 10 jaar in het notariaat gewerkt. En toen ben ik al begonnen met een plakboek. Zelfs mijn benoemingsbrief van de notaris staat er nog in. Voor 400 gulden in de maand. Oh, ja, dat is echt mijn hele werkhistorie dat. En de alle activiteit van Arne. En ook alle bestuursleden, die heb ik ook op rij staan. Ja, van precies. Begin af aan, vanaf de oprichting, 86 bestuursleden. En daar heb ik er toch 65 van meegemaakt. Hè? Ja, dat want die bestuursleden, die kwamen, maar die gaan nog meer. Dus, maar ik bleef. Ja, precies. Maar dan heb je straks dus, en jullie hebben 11 maart, is jouw afscheidsfeest. Ik denk dat in de Kemel is. Nee, in de Roerganderzet. In de? In de Roerganderzet. Dat is het clubgebouw in Oostwatering. Oké. Okay. Ja, dat is wat, met voortschrijdend inzicht. Ja. Zijn ze verkast, want het zou in de Kemel zijn. Maar daar komen veel meer in. Dat vond ik ook echt heel leuk, dat het in de Kemel was. Maar daar ben ik ook begonnen eigenlijk een beetje. Maar goed, het is niet anders, het is in de Roerganderzet. En met Jannie, ik begreep ook nog, en dat even tot slot, dat heeft eigenlijk niks te maken met de Arne, maar er zijn ook heel veel Middelburgers die kennen jou van het turnen. Je hebt ook, ook 40 jaar MTV zo'n beetje erop zitten, klopt dat? Ja, zoiets wel, ja. En ga je daar ook stoppen of ga je daar nog mee door? Nee, dan blijf ik nog doorgaan. Misschien, ik heb altijd jaren les gegeven, training gegeven, de selectie. Okay. Een van de pupillen is Monique Nuiten, die is landelijk, internationaal ook bekend geworden. En ik ben op een gegeven moment na mijn carrière als trainster ben ik in bestuur gegaan. Okay. En ook in de landelijke turnbond. En nu zit ik nog steeds in bestuur. Jij bent er bezig erbij.
Ik ben choreograaf, dus ik ga denk ik nu wel weer iets doen. 40 jaar zit erop, dus je laatste dag. Ik zag je net nog, stond je nog een nieuw lid aan te nemen. Ja. Je kon het niet laten om je telefoon nog te pakken. En hij zei, daar gaat hij weer. Je, nou, ga nog lekker je dag volmaken. Leuk om even kennis te maken. Ja. Hartstikke fijn. Administratie in leven, Anne. Goedemorgen. Dag, Jos. Ik ga het even regelen voor je. Komt goed. Ja? Oké. Prima. Jo. Nou. Al was het laatste wat je deed, je gaat het nog even voor hem regelen. Voor die Jos. Jannie Wikipedia noemt Barry mij. Oh ja. Ja. Weet je, als je natuurlijk hier zo lang werkt, dan weet je ook alles. Je kent alle personen, je weet nummers uit je hoofd, dat soort dingen. Ja, en de historie, hè? Ja, van, precies. Dat je dingen zegt van, ja, we willen iets doen. Dan zeg je, ja, dat kan helemaal niet, want... Ja, precies. Jannie, dank je wel voor je tijd. En ik wens je, ik wens je heel veel plezier na deze carrière hier. Komt vast goed. Denk het ook. Dank je wel.